Goedemiddag, het is weer vrijdagmiddag. Welkom bij een nieuwe Sloep en Tenne videoblog. Vandaag gaan we het hebben over de 5 meter boten, oftewel de instapmodellen. Een van die leuke instappers hier bij Verschuur Watersport is deze Valerie 480. De Valerie 480 is 4,60 meter lang, wat de naam niet doet denken. Hij is 1,90 meter breed, dus hij past in bijna elke lichtplaats. Daarnaast heeft de boot maar een diepgang van 30 centimeter en heeft hij een doorvaarthoogte van minder dan een meter. De boot is te varen met een 40 pk en dan is hij snelvarend. Maar in de meeste gevallen zal hij met een 20 of 15 pk gevaren worden. Deze is op dit moment uitgevoerd met een 20. Is al te varen vanaf 17.000 euro, zoals je hier staat, met navigatieverlichting, een zwemtrap, een luxe kussenset, een zonnedekje en natuurlijk een buiskap. Het mooie aan dit exemplaar is dat hij maar 380 kilo weegt. Dat wil zeggen dat eigenlijk elke auto met een trekhaak hier in Nederland mag deze boot meenemen de weg op. Dit is het tweede instapmodel, een Valerie 490. Hij is wat duurder dan het vorige modelletje. Dat komt omdat deze net wat luxer is uitgevoerd. Een grijze binnenromp en een zwarte buitenschaal. Daarnaast heeft hij een foamvloer door de hele boot heen. Zowel hiervoor op het dek, in de kuip als achterop. Ook heeft deze een luxe diamanten bekleding met een blokprofiel. En natuurlijk het buiskapje en een zwemtrap. Het mooie van dit model is, hij is 4,95 meter lang. 1,95 meter breed. En deze kan maar liefst gevaren worden met een 50 pk. Ook zit hij onder de 400 kilo, dus kan je hem makkelijk met de auto meenemen. En het voordeel is dat je de bank hier heel makkelijk kan omklappen. Als je makkelijk in de boot staat. En dan kan je hier nog zitten als je voor anker ligt en kijken naar de kids die aan het zwemmen zijn. We zijn aangekomen bij de 5 meter boten. Dit is een 4 Family 530. Voor de specs van de boot. De boot is 5 meter lang, 2 meter 10 breed. Geschikt tot maximaal 50 pk. Joris, loop even mee. Deze boot is uitgevoerd in steengrijs wit. De diamanten kussens, effen, dus zonder ruitprofiel erin. Er zit een 20 pk achter, navigatieverlichting. Zonnedek zit erin, tafeltje, eventueel is deze boot nog aan te kleden met een vloer erin, een HPL vloer bijvoorbeeld. Dus de buiskap zit erbij met dekkleed, kortom een keurige boot. En hij is wat breder dan de andere modellen en dat zorgt wat voor meer stabiliteit, dus comfort tijdens het varen. Nu gaan we naar nog een stapje groter. Dit is de Valerie 555. De boot is 5,35 meter, 2,10 breed. Joris, loop je weer even mee. Top. Deze is uitgevoerd in donkerblauwe kap, stoffen kussens. Eventueel kan je hier ook weer een vloer in laten plaatsen. Deze is gewoon polyester met een anti-slip erop. Kan een zonnedek in, zit er ook bij deze boot. Ja, deze boot oogt wat luxer. Is wat anders dan andere. Ze hebben een andere zit erin, zoals je ziet. De console is doorgetrokken. Kan je lekker met je beentjes rechtuit zitten. En vooral ook de achterkant is anders. Want zoals je bij die modellen ziet, zit de motor eigenlijk gelijk aan de spiegel en is de spiegel vlak. En bij deze loopt hij iets door. En dat zorgt ervoor dat je nog meer stabiliteit hebt tijdens het varen. En hij duwt de neus wat meer in het water. Bijvoorbeeld als je deze boot aankleedt met een 30 pk, heb je een snelvarende boot van ongeveer, hoe hard zal die gaan? 35, 39 km per uur, zoiets zal het zijn. Een hele gave boot en wat sportiever. We staan nu bij de Koshiba 500. We zijn even naar binnen gegaan omdat het buiten net wat hard waaide. Het leuke aan de Koshiba 500 is dat het het kleinste bunmodelletje op de markt is. Dus het kleinste tendertje wat er in Nederland te koop is. Deze is heel mooi uitgevoerd met een diamanten kussenset, met een blokprofiel, een fintiek vloer. En het leuke is van Koshiba, die hebben deze mooie moderne
stuurstand met plexiglas erop. Leuk voor wat klokjes erin als je bijvoorbeeld een grotere motor erin hangt. Deze is met een 20 pk vaarbaar vrij, maar ook al te varen met bijvoorbeeld een 15 of een 9,9. Het leuke van dit model is dat je met een 60 pk kortstart snelheden behaalt van bijna 50 km per uur. En dan vaar je de jongens die we net hebben behandeld vaardig helemaal uit. Daarnaast is het leuk van dit modelletje. Het is het kleinste tandemmodelletje dat we hebben. Maar het lijkt nog heel veel op zijn grote broer van de Courgiva 650. Of de Courgiva 595. Eigenlijk is het een exacte kopie van de 595. Maar dan net even een slagje kleiner. Daardoor is die wat behapbaarder als je hem in de box wil aanleggen. En mocht het je eerste boot worden, is het wat makkelijker om dit te manoeuvreren en uiteindelijk mee te gaan oefenen met varen. En wie weet komt dan de stap naar bijvoorbeeld zijn grote broer later wel. We staan nu bij de Courgiva 505 Tender. Dit is een boot van 4,95 meter, 2,05 meter breed. Er kan een motor op tot wel 60 pk. Dat is behoorlijk. Daar hou je snel mee van tussen de 40 en 50 km per uur ongeveer. Deze boot is aangekleed met Fintiq, diamanten kussenset, zonder ruit dit keer. Dat geeft ook wel wat strakkere uitstraling. En zoals Joris al liet zien, heeft dit weer dat moderne console. Mooi smal, staat absoluut niet in de weg op de boot. En het leuke hiervan, je hebt hier zo'n mooie bank weer. Deze kan je naar voren doen, zodat je een groot zonnedek hebt. Als je voor anker gaat, is dit ideaal. Dan kan je lekker op liggen. En hieronder heb je heel veel ruimte. Zorg dat je het even kan zien, laten zien. Nou, hier kan je bijna alles in kwijt. Ook zitten er gelijk al twee bekerhouders geïntegreerd. Ideaal voor het wijntje aan boord. Het zonnedek zit erbij. Het middelste deel van het zonnedek is ook je tafelblad. Dat is het voorste deel, excuus. Als je horens dat kan zien, is gelijk je tafelblad. Dus dan heb je niet een extra blad in de boot zitten. Deze boot komt ongeveer uit vaarklaar zoals die hier ligt op 23.000, 24.000 euro. We hebben nu de bootjes van ongeveer 5 meter behandeld. De instapmodellen zoals we het noemden, hier binnen in de showroom, maar ook buiten. Dus ik denk dat er voor iedereen wel wat bij zit. Of je nou het moderne wil, of meer het klassieke met de overnaadse romp, of zelfs een bunmodelletje. Het voordeel van al deze boten is, ze zijn geprijsd tussen de 17.000 en 25.000 euro. Dus voor bijna iedereen is het mogelijk om het water op te gaan. Mocht je er na korte tijd erachter komen dat eigenlijk het model net te klein voor je is, dat je meer vrienden of meer familie mee wil nemen, dan is het voordeel dat deze kleine boten die schuiven behapbaar weinig af. Zo is de overstap naar een grotere boot beter te doen. Daarnaast, het gewicht van al deze boten blijft erg laag. En met een ongeremde trailer zal je altijd onder de 750 kilo blijven zitten. Dat betekent dat bijna elke auto in Nederland mag deze boten meenemen door heel Nederland naar bijvoorbeeld Friesland of naar de mooie plassen in Limburg. Het leuke van al deze modellen is, ze zitten dus tussen de 17.000 en 25.000 euro. Maar die kunnen we nu aanbieden met een leuke korting erop, omdat wij willen dat iedereen plezier gaat maken op het water. Dat was hem alweer voor deze week. We zien jullie graag volgende week weer terug.